land, land, hoort des Heren woord. God zegen, geliefde broeder, zuster. We mogen weer samen tot de troon van onze God gaan. Grote God, u loven wij. Heer, wij prijzen uw besterkte. Daar dan bidt uw heerschappij. Om de wonderen die gij werkte, voor de wording van de tijd, wat gij die gij eeuwig zijt. Heilige Israëls, God van Abraham, Isaac en Jacob, drievuldig God die één in wezen zijt. Wat een genade dat we leven door uw heilige adem in ons. U hebt ons tot hiertoe geleid in deze tweede maand van het jaar. We erkennen uw grootheid, Heere, der Heerscharen. En prijzen u voor wie u bent. En we danken u voor uw goedheid, voor uw zegeningen, Heer. Heere Jezus, dank u wel. U onze bemiddelaar. Oge priester, door u, Yeshua, mogen wij komen voor de troon van God, deze geweldige God, en hem ook Vader, Abba Vader noemen. U leerde ons bidden, u leerde ons zoveel, Heer, en dank u wel daarvoor. Dank u voor vergeving door uw bloed dat gevloeid heeft op Golgotha. En dank u, Heer, Heilige Geest, die onze leraar, onze trooster, onze onderwijzer, alles is, Heer. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef mijn ziel wat niet is tot uw eer. Kom met uw heilige vuur en verbreek, verbrand, verbrijzel alles wat niet goed is in de relatie met u, o Heilige God. Vergeef ons en wilt u ons schoonwassen met het dierbaar bloed van Yeshua, onze Heer. Dank u wel voor uw redding. Dank u voor genezing. Dank u wel voor uw liefde, uw genade. Heer, we brengen Israël bij u, uw oogappel. Het lijkt alsof de hele wereld tegen Israël is, onze grote broer. En we vragen ons af, Heer, zoals Psalm 2 zegt, waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid? De koningen der heerscharen, de koningen der aarde, ze scharen in slagorde en de machthebbers spannen samen. Maar u, Heere, die op de troon zit, die alles onder controle heeft in de hemel en op aarde, die lacht en spot met hen. Heere, u zult op uw tijd ingrijpen in de naam van Jezus. We bidden om vergiffenis voor Israël waar ze tekort hebben geschoten. Heere, er is geen enkel land dat volmaakt is, ook Israël niet. En we bidden vergeef hen, Heer, waar ze op zichzelf, op vrienden of op hun technologie hebben gebouwd, Heere. Maar we bidden samen met Suriname, dat ze zullen hun hoofden zullen opheffen, hun ogen opheffen naar de bergen van waar hun hulp, van waar onze hulp komt. Heer, we brengen ons land, de Republiek Suriname, voor u. Uw licht en uw liefde, dat die mag schijnen. En waar u bent, zal de nacht, de duisternis moeten verdwijnen. Vader God, help ons dat we teruggaan naar u, ons bekeren van onze boze wegen, alle afgoderij, alle kwaad, onrecht, heer, corruptie, alles achterlaten. En teruggaan naar u, de bron van alle leven. We bidden voor het lichaam van Christus. Heer, reinig ons, help ons, heer, dat we één zijn in u. Zoals u en de Vader één zijn, Heer Jezus. We bidden voor de leidende kerk, onze broeders en zusters. Geef hen kracht, moed om door te gaan, Heer. En troost hen wanneer ze verdrietig zijn.
Vader, wees met hem. Omarm hen in uw liefde. Alle andere, Heer, vluchtelingen, hongeren, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Kortom, Heer, de totale gebroken wereld. Die u nieuw zult maken. We danken u daarvoor, Heer. Dank u voor uw woord en uw belofte waarop we mogen staan. Kom, Heer Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Vul deze wereld met uw heerlijkheid, Heer. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, dat uw heil heel de aarde vervullen. En spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. En zoals u hebt gesproken, Heer, en de aarde hebt gemaakt, zo zal er licht zijn. In de naam van Jezus. Geprezen, geloofd zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. In die ene naam, boven alle namen, Yeshua HaMashiach. Halleluja. Amen. Geliefde broeders en zusters, ik mag u groeten in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En vandaag zal het ook echt over Jezus Christus gaan. En wil ik u meenemen naar het Johannesevangelie. Daar waar Jezus 7 keer uitroept, ik ben. En dan zegt hij iets erachteraan, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de ware wijnstok. 7 fantastische uitspraken van onze Heer. En als u weet, het getal 7 is het getal der volheid. En Jezus is eigenlijk ook de volheid. Hij volbrengt alle profetieën. Hij volbrengt de wil van de Vader. Hij heeft alles volbracht voor ons geheel volgens het plan van God. En ik wil het hebben over deze ik ben uitspraken van Jezus. 7 zijn het er. En ik wil ze alle 7 kort behandelen. En ik wil beginnen met de eerste plaats in de Bijbel waar hetzelfde woord of dezelfde combinatie voorkomt. Ik ben. En wie is het die als eerst zegt ik ben? Wanneer Mozes met God praat, en dan vraagt hij op een gegeven moment zijn naam. Wat is zijn naam? Wat moet ik dan zeggen tegen het volk van Israël, de Israëlieten? Wie heeft mij gestuurd? En dan zegt God tegen Mozes, en ik lees voor u voor, en God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En hiermee, met deze belangrijke woorden, weet ik ben die ik ben, of ik ben, dat wordt in de Bijbel in het Hebreeuws geschreven, met de Yud He Waf He. En wij hebben ervan gemaakt op een gegeven moment Jehovah of Yahweh. Kortom, het is de naam van God. Ik ben. Ik ben die ik ben. En weet u wat zo mooi is? Onze Heer Jezus Christus, die gaat dan dezezelfde woorden gebruiken. En de reden waarom hij deze woorden gebruikt, kunnen we eigenlijk wel makkelijk raden. En dat is dat hij wil aangeven dat hij ook de great I am is. Hij is de ik ben van de wereld. Ik ben betekent, of daardoor geeft Jezus aan dat hij God is. Dat hij de Heer is, het vlees geworden en op aarde rondloopt. Maar het is precies Gods wil dat het zo gebeurt. En het is heel bijzonder. En dan gaat hij dus in het hele Johannes-evangelie
bevestigt Jezus telkens weer dat hij de Zoon van God is en dat hij de Messias is dus. Hij is de gezalfde. Hij is degene die beloofd was. En dat zegt hij op verschillende manieren. Nou, we gaan dan heel gauw verder om te kijken wat zegt hij allemaal. Nou, we zijn zo net opgenoemd en ik wil heel graag met u mee, met u samen lezen. We hebben het net gezegd, in Exodus komt het ook al voor. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, ik ben het brood des levens. Ik ben het brood des levens. In hoofdstuk 6, vers 25, als u meeleest. Ik lees een stukje. En toen zij hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Is dat niet mooi? De Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader, want in hem heeft God de Vader verzegeld. Nou, ik vind dat zo'n prachtig woord, maar u moet zich voorstellen, er is ook een gedeelte in de Bijbel waar we helemaal teruggaan en erachter komen dat de Heer het ook heeft over, over brood. En hij geeft het volk brood en elke dag weer moeten ze dat brood gaan zoeken. En dat is het manna. In de woestijn zou het volk omkomen als ware het niet dat de Heer hen zelf heeft behoed voor erger. De Heer heeft hen brood des levens gegeven in de woestijn om in leven te blijven. En daarna komt het ware brood des levens dat zorgt voor het eeuwig leven. Is dat geen prachtige belofte? Nou, zonder dit brood des levens, en dat is het, kunnen we de gelijkenis noemen, kunnen wij niet verder. Begrijpt u? U bent geroepen om elke dag weer uit te kijken naar dit brood des levens. Vanaf de dag begint, zoekt u de Heere Jezus Christus. En waarom? Omdat u van het brood gegeten hebt. U heeft een stuk geloof opgebouwd en dat geloof maakt dat u telkens weer zoekt naar dit brood. Het brood heeft u verzadigd, maar u heeft het brood nog steeds elke dag nodig. Prachtige tekst. Ik ben het brood des levens. Trouwens, Bethlehem, de plek waar Jezus geboren is, betekent letterlijk huis van brood. Bethlehem. Prachtig is dat. En nogmaals, het Johannes Evangelie leert ons naar het geloof kijken in een diepere zin. Op een simpele manier, met veel gelijkenissen, gaat Jezus ons uitleggen hoe belangrijk het is dat we hem volgen. Want daar gaat het steeds om. We willen het brood des levens hebben, omdat we het nodig hebben. Het is het enige dat ons waarlijk tot in lengte van dagen, tot in eeuwigheid, voedsel geeft. Ja, verzadigd laat raken. Het gaat dus niet meer om onze maag, maar om ons leven. Ik ga dan verder en Jezus zegt ook, ik ben het licht der wereld. Nou, wat is hier de opzet, wat is hier de bedoeling van onze Heer Jezus Christus, dat hij zegt, ik ben het licht der wereld. Ik lees een stukje voor u voor. Hij zegt tegen zijn volgelingen en tegen de fariseers, Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem, u getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waar. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, hoewel ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis waar.
Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En als ik oordeel, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen. En dit is, onthoudt u dit? Hij zegt, ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En hiermee benadrukt hij nogmaals dat hij samen met de Vader is. Hij getuigt, u weet, om een goed getuigenis te krijgen, moet je twee getuigen hebben. Ja? Twee getuigen, anders is het het woord van één tegen het woord van een andere. Want twee getuigen schrijven de wet voor, ook de wet van Mozes, de Torah. En daarom zegt Jezus tegen deze mensen die de Torah heel goed kennen, ik ben niet alleen. Ik ben met de Vader. Ik ben één met de Vader en we getuigen samen van mij. Nou, heel moeilijk voor de Farizeeën om dat op dat moment aan te nemen, maar ze grijpen hem niet, staat er ook in vers 20, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Waar ik naartoe wil gaan is u te zeggen, licht laat ons zien. Doordat het licht in onze ogen terechtkomt, ja, in onze lens, kunnen wij zien. Zonder die weerkaatsing van het licht kunnen wij niets zien. Gaat u maar eens een keer in een heel donkere kamer, waar er totaal geen licht in komt, niets van buiten, maakt u het helemaal dicht en u ziet niet eens uw hand. U herkent niet eens uw eigen hand. U ziet het gewoon niet. Het moet echt helemaal donker zijn. Op het moment dat er een klein lampje brandt, ook al is het een kleine ledlamp van uw telefoon of van uw horloge, is er licht. Nou, nu zegt Jezus, ik ben het licht der wereld. Wat doet licht? Licht maakt onze ogen open om te zien waar we naartoe moeten gaan. In de duisternis willen wij niet wandelen. Licht geeft ons ook een gevoel van vreugde en rust. Duisternis maakt vele mensen bang, angstig en laat ons niet zien waar we naartoe gaan. We kunnen verdwalen. Gaat u in het licht? Jezus is het licht der wereld. Dan vervolg ik met de deur. Jezus zegt, ik ben de deur. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. De deur, Jezus zegt, hij is die deur. De dief komt niet door de voordeur, niet door de deur waarvan de eigenaar de sleutel heeft. En de eigenaar die bewaakt zijn voordeur ook vanzelf. Maar, geliefde broeders en zusters, wie over de schutting springt, door het raam naar binnen komt, kan nooit de goede herder zijn. We komen straks bij de goede herder. Ja? Dus Jezus zegt, ik ben die deur. Ik zelf ben die deur. Ja? De schapen kunnen door mij naar binnen komen. Het is een gelijkenis, maar hij zegt hiermee dat wij die hem volgen, via hem bij de Vader terechtkomen. Via hem het eeuwig leven krijgen. Via hem vergeving van zonde krijgen. Via hem een volmaakt levenspad, leven, volmaakte levensweg kunnen volgen. We zijn als mens niet volmaakt, maar in Christus zijn we wel volmaakt. Wij gaan door hem naar de Vader en door. En hij zegt ook niet door, ik ben een deur. Er zijn geen niet meerdere deuren, er is maar één deur. Het is Jezus Christus onze Heer. Volg hem en u zal altijd veilig terechtkomen. Dan gaat hij verder en in Johannes hoofdstuk 10 zegt hij, ik ben de goede herder. Het is kort daarna dus. Als hij over de deur heeft gesproken, dan gaat hij het hebben over de goede. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. Nou, de wolf is de vijand. Ja, de wolf, dat is de slechte leider. Maar in het bijzonder, de wolf is de Satan, de gemene bedrieger. En Jezus zegt, ik ben de goede herder. En hij geeft zijn leven voor zijn schapen. En dat heeft hij ook gedaan.
Hij heeft zijn leven voor ons gegeven, waardoor we vandaag de dag vrij zijn. Vrij kunnen gaan tot God. We zijn niet automatisch vrij. We kiezen, we vragen de Heer en we volgen de Heer. En dan kunnen we zeggen, we zijn vrij. Hij zegt ook, ik ben een goede herder, ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. U kunt zich niet vergissen, als u Jezus kent, weet u precies dat Hij de goede herder is. En dan is er geen twijfel meer mogelijk. Dan gaan we verder en we zien hem. Hij zegt op een gegeven moment, hij praat met Martha en Maria is er ook bij. Je kent het verhaal. Mijn broer is overleden. En op een gegeven moment wordt een vraag gesteld. Of Martha zegt, Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En hier bevestigt hij nogmaals dat we via hem het eeuwig leven krijgen. We zullen opstaan als de Heer in ons leven is. Als hij de Heer van ons leven is. Als de Heer ons leven is. Want ik ben de opstanding en het leven. Hij geeft het eeuwig leven en niemand anders. En heel belangrijk is, en hij zegt het ook, en ieder die in mij gelooft. En ieder die leeft en in mij gelooft, om het compleet, om het volledig te zeggen, zal niet sterven in eeuwigheid. Dan vraagt hij ook, gelooft u dat? En Martha zegt, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. En dat is wat wij ook elke dag moeten zeggen. Ja, heren, ik geloof dat u, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, de Messias bent. De Christus, want Christus betekent Messias. We vervolgen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, Jezus zegt dat. U begrijpt dat er dan maar één weg is. Veel mensen zoeken en zoeken en zoeken. Als u Jezus vindt, wijst Hij u de weg. Hij laat u de waarheid zien. U wordt verlost van uw blindheid en doofheid op het geestelijke gebied. En de ogen gaan open, de oren gaan open. En u gaat dingen beleven. En u gaat zeggen, waarlijk, waarlijk, Hij is de Zoon van God. Maar u moet het maar gewoon, ik wil bijna zeggen, proberen als u dat nog nooit gedaan heeft. Give Him a chance. Laat Hij u laten zien dat Hij de waarheid is en het leven. Hij is degene die het leven geeft en het leven in zijn volheid, het leven in eeuwigheid. Nou, geliefde broeders en zusters, dan komen we bij de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Dus hij, die vader is degene die plant. Hij plant die druiven, die wijndruiven. En die groeien zo aan een wijnstok. En dat geeft een heleboel ranken. Maar de ranken kunnen dus heel veel worden. En dan gaan er een paar, weet je, worden onvruchtbaar. En dat maakt Jezus een mooie vergelijking. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, omdat zij meer vrucht draagt. Dus als zo'n rank helemaal geen vrucht draagt, dan is het eigenlijk dood. Het heeft geen leven meer en de Heer knipt hem eraf. Dat betekent, als wij niet leven met de Heer en daardoor geen vrucht dragen, maar alleen maar wrange vruchten of geen vruchten, dan is het tijd dat de Heer gaat snoeien. Op een gegeven moment gaat de wijngaardenier, dus de grote God, die gaat snoeien en afknippen wat er niet bij hoort. Ja, dat is het oordeel eigenlijk. En wij willen niet daar zijn, dus we gaan vrucht dragen. Dat betekent, ons geloof komt tot uiting in daden en in een relatie met God. En als ons geloof in een relatie met God is, dan kunnen wij zeggen, ja, wij dragen vrucht en we behoren, we worden dan gereinigd. Maar hoe reinigt die wijngaardenier de ranken? Ook niet op een al te vriendelijke manier.
Hij knipt ze. Hij snoeit ze. Maar dat is nodig, zodat we meer vrucht dragen. Zo zult u dan merken dat om uw geloof te laten groeien, u vaak ook gesnoeid wordt. Ja? U gaat soms door allerlei situaties heen. U maakt dingen mee, alleen maar opdat u gereinigd wordt om meer vrucht te dragen. Geef de wijngaardenier, de grote God, de schepper van hemel en aarde, alle ruimte om uw vrucht te laten dragen. Laat het een eer zijn dat u soms door pijn en moeite gaat, niet omdat de Heer u wil straffen, maar om u verder te snoeien, om van u te maken dat degene die hij in zijn plan heeft, in zijn planning heeft, dat u moet zijn. Nou, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Onthoudt u dat? De wijnstok is zeg maar het gedeelte van de plant die alle voedingsstoffen brengt naar de ranken. En als de rank niet in de wijnstok verbonden is, gaat u maar zelf na, breekt u een tak af van een boom en kijk even wat ermee gebeurt. Het sterft af. Wij willen niet afsterven. Laten we in Christus blijven en hij in ons en we zullen vrucht dragen en bloeien. Ja, we zullen bloeien. We zullen altijd Christus in ons dragen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zegt Jezus in vers 7, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijk, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Nou, de Heer zegt een heleboel dingen hier, maar het is duidelijke taal. Wij moeten hem volgen, wij moeten zijn discipelen zijn en we moeten in Jezus Christus blijven. Dat geeft garanties voor een goed leven, dat geeft garanties voor een goede geloofsbeleving, dat u dus met mensen ook goed omgaat, dat u relatie heeft met God en dat u voor altijd mag blijven leven door Gods genade. Lieve broeders en zusters, dat is het voor vandaag. De 7 ik ben woorden van onze Heere Jezus Christus. Laat Hij u die grote liefde tonen. Laat Hij u zijn grote zegen geven. En laten we in Hem blijven. Altijd met Jezus blijven wandelen. Ik groet u in de naam van Jezus Christus en zeg tot de volgende keer.